Bijna 19 honderden Aziatische restaurants dreigen in het probleem te komen door een tekort aan koks. Deze week werd bekend dat Aziatische koks worden teruggestuurd naar een land van herkomst vanwege veranderde wetgeving. Het UWV wil namelijk dat juist langdurig werkloze Nederlanders aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld als kok bij Chinese restaurants. Aan tafel is aangeschoven Henk Loeven. Welkom. Dankjewel. U was ook zo'n langdurig werkloze. Klopt. En wat deed u, als ik vragen mag? Beetje om een pik trekken. Sorry? Ik bedoel als beroep, meneer Loeven. Nee, gewoon uit verveling. Meneer Loeven. Meneer Jansen. Ik heb het idee dat het misschien goed is om het gesprek even opnieuw te beginnen. Ja, dat idee had ik ook, ja. Absoluut. Absoluut. Oké. U zat dus langdurig in de WW. Ja. En u was? Werkloos. Ja. Ik was werkloos. Dat begrijp ik, maar wat deed u? Niks. Ik had geen werk. Nee. Daarom kon ik deze week bij de Chinezen aan de gang. Ik sla de inleiding gewoon even over. Ja, heel graag, want dit gaat niet werken zo. Mooi. Inmiddels bent u kok in een Chinees restaurant. Ja, de Mandarijn in Veghel. Hoe lang? Ja, die is dus weg. Ja, die hebben ze eruit gebonjourd. Ja, nee. Die komt weg. Meneer Loeven. Ja. En toen hebben ze mij aangenomen, want ik was langdurig werkeloos. Dat is duidelijk. Ja. Ik wilde u vragen, u werkt inmiddels bij een Chinees restaurant. Ja, klopt. Voor hoe lang? Nee, na hoe lang? Ja. Nee. Nee, hoe lang moest weg? Ja, moest weg. En toen mocht ik komen koken. Zo is het gegaan. Dat begrijpen we allemaal. Ja. Maar voor hoe lang? Oh, sorry. Ja. Sorry. Okay. Ik ben voor hoe lang op de plaats gekomen. Ja, ja, nee, ja, dat klopt. Ja, ja, zo moet je zien. Ja, ja, nee, dus hoe lang was kok? Ja. Een hele goeie trouwens. Gelukkig. Die moest terug naar China en nu sta ik daar te kokkerellen. U snapt het niet. Nee, jij toch ook niet? Dat snapt toch niemand? Hey. Die vent die kon koken, niet normaal. En die stuurde ze terug naar huis. Hij kon alles, Dolf. Babi pangang, kuluyuk, kip met ananas, kip zonder ananas. Ananas met kip, ananas zonder kip, ananas kip, kip, ananas, alles. Alles. Wat wist u zelf van de Chinese keuken? Heel eerlijk? Ja. Dat er een luikje in zat. Ja. Tuurlijk. Dat is fascinerend, maar wat heeft u inmiddels geleerd? Wat heeft u geleerd van de Chinese keuken? Dat de afzuiging heel slecht is. De afzuiging. Meneer Loeven. Ja. Zodra dat luikje open gaat, krijg je me door een klap op je long. Ja. Dat is niet wat ik bedoel. En dat is ook de reden waarom ik de hele dag sta te hoesten boven die pannen. Want ik moet me toch hoesten, Dolph, boven die pannen? Goed, ik ga afronden. Tot slot. Ja. Wat vindt uw baas er eigenlijk van dat hij een topkok naar huis moet sturen met alle respect voor u en dat hij u ervoor in de plaats heeft gekregen? Nou, mijn baas die zei letterlijk tegen mij, hij zei... Henk, ik vind een grote lamp verschrikkelijk. Ja, en waar heeft hij de meeste moeite mee? Met de R. Ja. Dank voor uw komst.